Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kasteel Amerongen en de Museumvereniging. Museumschatten. Vandaag zijn we bij Kasteel Amerongen, hier achter mij. We stappen eigenlijk de 17e eeuw in om op zoek te gaan naar adellijke museumstukken. Ze liggen al jaren achter slot en grendel en wij gaan ze boven water halen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Amerongen. Wat leuk je weer te zien. We kennen elkaar. Ja, Huis Doorn. Huis Doorn. En ook Amerongen. Ook Amerongen. Ja, die twee horen een beetje bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Al was het maar omdat in beide huizen de voormalige Duitse keizer heeft gewoond. Die is ook hier geweest. Wow. Die heeft hier anderhalf jaar gewoond en daarna ging hij naar Doorn. Wat een ruimte. Dit is de entree. Ja, er gebeurt precies met jou trouwens wat de bedoeling is. Namelijk dat je geïmponeerd raakt van de allure en de grootheid van dit huis. Dit huis is gebouwd in de 17e eeuw, eind van de 17e eeuw. Ja. Nadat een eerder huis verwoest was. En hiermee hebben de bewoners en de bouwers eigenlijk hun grootheid op willen laten zien. Dit is wel indrukwekkend. Dit is het wapen van de familie die hier gewoond heeft? Ja, links het wapen van de Van Reeders, de mannelijke kant van het echtpaar. Ja. Rechts de Turnors, de vrouwelijke kant. We zien eronder de witte olifant. Dat was een heel bijzonder ordeteken waarin de heer Van Reeden was opgenomen door de Deense koning. En we zien daar die tekst in het Latijn, quid redam domino. En dat betekent eigenlijk, hoe kan ik het de heer vergelden? Een uiting van dankbaarheid dat we dit huis hadden mogen herbouwen. Ja. Nadat het vorige huis zo verwoest was geraakt door de Fransen. Wat was er zo bijzonder aan de Van Reeders? De eerste Van Reede die hier woonde, was de rechterhand, zou je kunnen zeggen. Als het ging om de buitenlandse politiek van de stadhouder Willem III. Hij was dus een belangrijk man. En hij was ook diplomaat, dus een soort minister van buitenlandse zaken, zou je kunnen zeggen. En hij heeft ervoor gezorgd dat er hulp kwam tegen Lodewijk XIV, die ons land bezet hield. Hij heeft namelijk in Berlijn, in de omgeving van Berlijn, bij de grote keurvorst hulp gevraagd en uiteindelijk ook gekregen. Waardoor uiteindelijk Nederland ook weer bevrijd is van de Fransen. En die mensen daar op die portretten, zijn dat bewoners van Kasteel Amerongen geweest? Nee, wat je daar ziet, dat zijn eigenlijk officieren uit het Staatse leger. En dat geeft ook weer aan hoezeer de Van Reeders verbonden waren met het militaire apparaat van de Republiek. Ja. Dit is een heel bijzondere serie van een kleine 20 portretten. Van belangrijke mannen uit die tijd. Nou Herman, je weet inmiddels dat ik kom voor verborgen museumschatten. Die gaan we zien. Heb je wat spannends in de aanbieding? We hebben een heel bijzonder object, wat weinig mensen kennen. Het ligt op zolder. Het komt daar zelden vandaan. Maar voor deze gelegenheid gaan we het bekijken. Zo, hier komen we in het depot op zolder. Ja, het waren drie trappen, Herman. Drie trappen. Maar je bent er. Ik ben er. Is gelukt. Oké, okay, nou, kom binnen. Depo. Ik wil je graag voorstellen aan Willem Brouwer. Dag Willem, Nadia. Dag Nadia. Welkom op ons depot hier op Kasteel Amerongen. Een van de zolders die we speciaal ervoor hebben ingericht. En we hebben een heel bijzonder collectiestuk wat zeg maar, op een bijzondere manier bij ons wordt gekoesterd. Zullen we eens gaan kijken, want hij zit in deze kist. Daar zit hij in? Daar zit hij in. Het is een herinnering van een hele bijzondere bewoner die we hadden. Ja. Hij was graaf. En zijn nazaten hebben uit liefde en respect gezorgd dat hij zeg maar, nog voortleeft. Nou heb ik het wel spannend gemaakt. Ja, ik weet niet wat we kunnen verwachten, maar Willem... Als jij nou aan die kant gaat staan, alsjeblieft. Dan... Ja, snap ik. We gaan eerst het deksel eraf halen. Okay. En dan hebben we hier nog een deksel. En dan wordt het natuurlijk toch echt spannend. Wat zit erin, joh? Wat is dat? Ja. Oh. Wij hebben hier een dodenmasker. Een masker van de eerste graaf van het Loon, Geer van Ginkel. Jeetje, dat lijkt net echt. Ja, het is in zijn soort heel bijzonder. Uit het verleden zijn er wel vaker dodenmaskers. We kennen dat vanuit Egypte. Ja? En we kennen het ook vanuit Frankrijk en Engeland. Maar dit is in die zin een bijzonder masker. En je ziet wel, als je er naar kijkt, hij kijkt je aan. Met andere woorden, de ogen zijn geopend. En dat zie je niet zo heel. Een dodenmasker wordt gebruikt normaal gesproken voor...
Ter herinnering voor de nazaten. Ja. Het is meer dan 300 jaar oud. Want deze meneer is overleden in 1703. En in Nederland hebben we eigenlijk nauwelijks in die periode zo'n dode masker. En dit blijft gewoon ook goed en intact zo? Ja, het is van was gemaakt. En je kunt het tegenwoordig een beetje vergelijken wat we natuurlijk bij Madame Tussauds hebben. Want daar heb je zeg maar ten voeten uit tegenwoordig. Hè? Maar toen was dat natuurlijk nog niet. Maar deze heer van Ginkel is dus echt wel een belangrijke man geweest in de geschiedenis ook. Jazeker, hij was een van de mensen die samen met stadhouder koning Willem III naar onder andere Ierland ging. Daar won hij de Slag om de Boyne. En dat is een hele belangrijke slag geweest die in een latere fase terugkomt als het gaat over de tegenstelling tussen protestant en katholieken. Dat vinden we nog steeds in Ierland. Hij was, zeg maar, op basis van die overwinning kreeg hij die titel, Graaf van Athlone. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi om nu terug te zien en te weten wat die heeft betekend, onder andere voor Nederland. Ja, maar hij ligt wel hier in het depot. Kunnen jullie hem niet tentoonstellen hier? Je snapt zo'n aanblik in huis, beneden, getuigt eigenlijk niet van veel respect voor de nazaten. Dus wij hebben niet gekozen om dit tentoon te stellen. Dus vandaar dat we het hier in het depot houden. Zo, komen we hier bij de grote zaal. En wie je alles kan vertellen over de collectie hier is Lodewijk Gerritsen, onze conservator. Dag Lodewijk. Nadia. Welkom. Hi, dit is de grote zaal. Ja, het is een hele indrukwekkende ruimte. Wow. Prachtige. En we weten ook dat ze hier 5 jaar over gedaan hebben. Om dit te kunnen maken. Ja. En het leuke van deze ruimte is dat er eigenlijk niet zo heel veel gedaan is aan deze ruimte door de loop van de tijd. Het is helemaal 17e eeuw. Mooie schouwen, prachtige stuk plafond. En de functie is ook nog eens veranderd. Dit was echt een ontvangstkamer. Zoals we nu binnenkomen, zo ontving de graaf en gasten ook. Nou, wat ik wil laten zien is die hele mooie kast. Die is inderdaad prachtig. Dit is prachtig. En dit wordt lijkt een beetje Japans. Ja, dat doet een beetje aan denken, een beetje exotisch. Hij wordt toegeschreven aan de meubelmaker Jan van Meekeren. Dat is een beroemde meubelmaker. Ja. En dit noem je marqueterie. Dat is opgelegd. Dus iemand, waarschijnlijk hij, heeft heel voorzichtig allemaal stukjes vineer op die deuren geplakt. Hoe bedoel je, erop geplakt? Nou, je ziet dat ze met een zaag heeft hij al die stukjes verschillende soorten hout. Dat zijn 9 verschillende soorten hout. Wauw. En daaronder zit gewoon eikenhout, dat noem je blindhout. En daarop heeft hij dus al die puzzelstukjes geplakt. En zo ontstaat er een stil leven. Jeetje, en dit hoort erbij? Dit hoort tafel ook bij. En guéridon noem je dat. En we hebben het vermoeden dat in de 18e eeuw deze hier terecht zijn gekomen. Ook heel veel portretten hier en mooie schilderijen. Deze meneer is heel prominent aanwezig, dat moet een bijzondere meneer zijn. Ja, hij is een hele bijzondere man, dat is de keurvorst van Brandenburg. En die heeft de Republiek in 1673 geholpen. Dus hij heeft troepen gestuurd. De eigenaar van het gebouw die heeft hulp gevraagd, heeft hij hulp gekregen. Ja. En dat is de reden dat hij hier zo'n mooie plek heeft. Maar wat hij ook gedaan heeft, hij heeft aan de familie van Reten hout geschonken. Onder andere voor de vloer. Ja. Hele mooie delen hout. En het is een soort klikparket. Dus een soort laminaat, maar dan anders. Ja, dan zeemt hij als laminaat is het. In de restauratieperiode moest die vloer eruit. Omdat de bouwkoppen hieronder die waren heel slecht. Nou, onder die vloer, daar hebben we een hele mooie verborgen schat gevonden. Onder de vloer? Onder de vloer, ja. En dat wisten we helemaal niet. We hebben het eruit gehaald. Wat lag eronder dan? Een heel mooi schoentje. Een klein mooi schoentje. Een schoentje? Een schoentje. Ga je mee? Laat je het zien. Oké. Nou, hier ligt inmiddels al 6 jaar het schoentje. Met alle spulletjes die ook onder de vloer zijn gevonden. We hebben namelijk ook een schedeltje gevonden. Niet van een mens, toch? Nee. Kijk hier. Hier heb je het. Nou, wat het is, weten we ook niet helemaal. Het is waarschijnlijk dus wel een 17e eeuws beestje geweest. Een hondje of zo. Misschien een hondje. We zeggen voor het grappen als het een tekkeltje is, maar dat kan natuurlijk nooit. Het is natuurlijk veel te klein kopje heeft het. Oh. Misschien hebben ze het heerlijk gegeten en daar onder de vloer geschoven. Maar die lag echt bij het schoentje? Die lag in de buurt van het schoentje. Oké. En dat maakt het al heel spannend. Ja.
Maar het kan ook toevallig zijn geweest. Het kan ook toevallig zijn geweest, maar het is ook wel een heel gaaf kopje. Dus wie weet. Nou, wie weet. We hebben hier achter hebben ook een kwastje gevonden. En die is nog wel heel gaaf. Zal ik het laten zien? Zie je? Dat is prachtig gemaakt. Dat heeft waarschijnlijk te maken ook met de bouw. Misschien hebben ze die wel gebruikt. Dus die heeft dus ook honderden jaren onder die vloer gelegen. Ja, en waar is het schoentje? Nou, dan laat je natuurlijk de schoentjes, want daar komen we voor. Het is een echt gebruikt schoentje ook. Hij is van leer. Hier is die. Nou, schoentje, dat is wel dat is maat 40. Schoen. Ja, en je ziet eronder ook nog een hakje zitten. Oh, ja. Keurig is dat allemaal gespijkerd. Dus dit is waarschijnlijk met opzet neergelegd, dit schoentje. Waarom? Ja, dat weten ze niet helemaal zeker, maar het is wel heel toevallig. Dus in Europa zijn al 1900 schoentjes gevonden. 1900 schoentjes. Jeetje. Het is een eeuwenoude traditie. En wat op neerkomt is dat ze waarschijnlijk die schoentjes hebben neergelegd onder vloeren tijdens een herbouwperiode, tijdens een gebouw, om boze geesten te verwijderen. Of vruchtbaarheid, dat wordt ook al aangegeven. Of geluk. Maar niemand spreekt erover. Dus daarom begrijpen we ook niet wat het gebruik ervan is. Maar waarom spreekt niemand erover dan? Nou, dat is heel geheimzinnig. Je doet dat juist om... Dat mag je eigenlijk niet uitspreken. Want misschien is het dan, geeft het geen geluk meer. Een soort wens of zo. Een soort wens, ja. En we zaten eerst denk ik, moeten het niet terugleggen. Ja, want eigenlijk. Dan, ja, hè? Als het opzet is neergelegd, ja, dan zou je verwachten. Dan heeft het nog steeds een rol. Zoiets magisch, maar uiteindelijk niet voor gekozen. Nee. Nee, en er is niks gebeurd. Nee, nee, er is nog niets gebeurd. Maar wie weet. Ja. Speelt hartstikke goed orgel. Nou, ik heb heel lang les, ik ben amateur. Maar het is heel prachtig dat ik hier op mijn werk zo'n orgel op mijn beschikking heb tussen aanhalingstekens. Ja, en ik mocht jou even assisteren net aan de zijkant. Ja. Het is ook een bijzonder orgel. Ja, hè? De bijzondere is, dit orgel is net weer teruggeplaatst. Ja. Een anderhalve maand geleden, na een ingrijpende restauratie die eigenlijk de essentie van het orgel overeind gehouden heeft. Dus er is een orgel in zeer originele staat, nu weer volledig bespeelbaar, zonder elektrische luchttoevoer. He, dus dat heb je zelf moeten doen en dat is de authentieke staat waarin het orgel natuurlijk ook is afgeleverd. Deze ruimte verder, ik bedoel, de orgel is prachtig, maar deze schilderijen, wauw. Wie zijn dit? Nou, dit zijn dus de voorouders, de bewoners van het huis, met als prominente centrale punt Godard Adriaan van Reede, die we daar zien. Ja. Hij is de man die in het buitenland de hulp zocht tegen Lodewijk de XIV. Okay. En daar recht tegenover zien we zijn echtgenoten. Ja. Margaretha Turnor, die hier de leiding heeft gehad van de bouw van het huis. En dat zijn dus eigenlijk de twee centrale figuren. En daarnaast zie je hun nageslacht. Ja. Bijvoorbeeld de heer van Ginkel, die naast hem staat. De eerste graaf van Athlone uit Ierland. He, die aanvoerder van het leger van Willem III. Was dat de meneer van het dodenmasker? Zo is het, ja. Daaronder zie je graaf Bentinck. Ja. Dat is de eigenaar van het huis geweest toen de keizer hier kwam. Maar al deze schilderijen die hier hangen, zijn gerestaureerd? Ja, ze zijn gerestaureerd. Ze hebben een zeer goede kwaliteit. Ze worden ook daardoor onderhouden. En ze zijn ook zo bijzonder omdat ze ten voeten uit zijn. Ze geven de persoon helemaal weer. Ja. En nou, dat is dus een unieke galerij van de voorgangers die hier op ons neerkijkt. En zo zijn we bezig stap voor stap om de collectie te onderhouden, te conserveren en te restaureren. Dat doen we onder andere ook met het textiel. De enorme oppervlaktes, gordijnen, kleden die hier in huis zijn. Die worden ook hier gerestaureerd en geconserveerd. Kan ik het zien? Zullen we gaan kijken? Ja, graag. Hier wil ik je graag voorstellen aan onze engelen en met name aan Josien, onze restaurator, textielrestaurator. Dag Josien, Nadia. Hallo. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn hier aan het textiel conserveren. Textiel van het hele huis. En dat zijn de engelen die voeren dat werk uit. Jullie zien er heel lief uit, dames, maar waarom engelen? Waarschijnlijk vanwege het engelengeduld wat we moeten hebben om iets weer fatsoenlijk te maken. Ja, want het is wel een karwei volgens mij. Ja, ja. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig? Wat jullie nu aan het doen zijn?
Nou, stel dat wij het moeten conserveren over zo'n stukje, ben je toch wel 2 uur bezig. Even kijken wat jullie precies aan het doen zijn, hoor. Wat wij nu aan het doen zijn, dat is deze, dit passement eraf halen. Omdat het, er moet een hele nieuwe voering onder. Het is ook hard, de lijm moet eraf. Maar dat kun je pas aanpakken als dit er helemaal af is. Dus dat is waar we mee beginnen. Oké, en wat is het voor een stof? Het is zijde. En zijde is bijzonder gevoelig voor veroudering. En wat is er nu gebeurd in de 20e eeuw? Zijn er door gebruik waarschijnlijk wat breuken ontstaan in de zijde. Ja. En toen, ja, textielrestauratie stond ook nog op een heel laag pitje, jaren 50. En toen is men zelf gaan plakken. Ja, dat zie je hier duidelijk. Ja. Net als er een soort iets opgestreken is of zo. Ja, het is opgestreken, maar het is misschien ook wel met een soort hobbylijm gedaan. We gaan nu nog onderzoeken wat voor lijm het is om het weer ongedaan te krijgen. Want die lijm heeft ook weer veroorzaakt dat het heel hard is en dus weer extra gaat breken. Oh, ja, we hebben 60 gordijnen van 6 vierkante meter. Dus je kunt je wel voorstellen, dat kost ontzettend veel tijd. Vindt u het leuk om dit te doen? Ja, ik vind het enig. Ja? Wat is er zo leuk aan? Ja. Het is gewoon leuk om met z'n allen aan zo'n cultureel erfgoed mee te mogen werken. Om dat in stand te houden. En ik vind het zelf erg belangrijk. Ook voor je kinderen en je kleinkinderen. En als we iets klaar hebben, een gordijn. Nou, dan lijkt het wel alsof we met z'n allen een kind hebben gebaard. En dan wordt dat dus met veel vertoon opgehangen. En dan het is echt... Het is heel moeilijk uit te leggen, maar het geeft iets heel bijzonders. Ja, ik zie u echt genieten ook. Ja. Ja, leuk om te zien. Ja, leuk om te vind zien. Ik ook leuk. Ja, Josien, eigenlijk hebben we een beetje een uniek kijkje gekregen. Want normaal gesproken bezoekers kunnen dit niet zien, denk ik. Nee, normaal niet. Nee. Meestal werken we gewoon in alle rust en achter een gesloten deur. Ja. Want als er steeds mensen komen, dan kan er niet gewerkt worden. En dan duurt het nog langer. Ja, duurt het nog langer. Ja. Dit is gewoon een verborgen museumschat. Ja, absoluut. Nou, we zijn hier in het textieldepot. Textieldepot. Ja, hier liggen alle textiele onderdelen, maar ook livreien, schoentjes, alles wat je opslaat in al die dozen en die kasten. Ja. Maar we komen uiteindelijk hiervoor. Ja, dit zag er ook al speciaal uit, maar wat is het? Wat zit erin? Nou, dan gaan we openzetten. Als jij die handschoentjes pakt, dan gaan we voorzichtig openzetten. Er zit namelijk een heel mooi oud pak in. Er is ook een hele oude kist. Die kist hoort ook bij het pak. Wauw. Kijk. Jee, dit is glimt helemaal. Ja. Dit is het pak van een van de bewoners hier. Frederik Christian Reinhard van Reden. Ja. Dat is een klein zoon van het Dodeman-masker. Dus van de heer van Ginkel. Ja. Uit de 18e eeuw. En wanneer droeg hij dit pak precies? Want het ziet er wel echt heel glimmend uit. Ja, dit droeg hij bij de kroning van een koning of koningin. Kunnen we hem even eruit halen? We kunnen hem even zitten uithalen, ja. Te zien. Hij bestaat uit een jasje. Dat gaan we dus nu uithalen. Is het ook heel kwetsbaar? Ja, het is heel kwetsbaar. Wij doen er natuurlijk heel voorzichtig mee, maar... Het handschoentje neemt ze vrij en daarom zit hij ook. Daarom is het een van onze verborgen schatten. Want hij is ook heel gevoelig voor licht. Ja. Dat kan zo. Ja, heel goed. Nou, dan zie je eronder, daar komt zijn mantel tevoorschijn. Ze hoorde dus ook een mantel bij. Oh, die rode mantel. Die rode mantel. En die ging hier overheen? Die ging er uiteindelijk overheen, ja. Dus dat droeg hij alleen bij de kroningen. Maar dan leek hij eigenlijk zelf wel een beetje een koning, nou, toch? Goed dat je het zegt, want hier zit namelijk ook een kroon in. Nee. Hij droeg ook een kroon bij de kroning? Serieus? Kijk. Oh, wauw. En je kan dus aanzien dat dit een gravenkroon is. Dat zie je aan de 7 zilveren bolletjes.
en aan die fleurons die ertussen staan. Die combinatie, ja? Dan ziet iedereen dat hij een graaf is. Maar je had ook een hertog, die had een andere samenstelling. Ja. En je had ook een markies. Oh, en hierbovenop, dat is een... Een klein mooi roosje is erop aangebracht. Ja. Mag ik hem opzetten? Nou, heel voorzichtig. Echt? Kijk eens even. Even voor... Dank. Lodewijk, Herman en Willem, ik wil jullie alle drie bedanken voor alles wat ik hier gezien heb vandaag in Kasteel Amerongen. Jullie dank voor je komst. We vonden het leuk om onze verborgen schatten te laten zien aan jullie en aan ons publiek. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen helaas van de allerlaatste aflevering in de serie Verborgen Museumschatten. We hebben maar liefst 11 verschillende musea bezocht. Ik hoop dat u het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kasteel Amerongen en de Museumvereniging.